Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, allemaal groeten. Zijn we de eerste? Ja. Well, zoals altijd is VIP altijd de eerste en ook na 25 de eerste. Dus wij als dagelijks bestuur, er was een hele grote menigte die wilde meekomen, maar in verband met het protocol rond de corona hebben we gebeten om alleen met dagelijks bestuur hier aanwezig te zijn en twee gemachtigden. Punt 4, dat is het betalingsbewijs van Warborgsom van het bedrag van 96.250 SRD. En zoals in 2015 ben ik weer de eerste partij geweest die zich kon registreren. Mijn heren, er is het moment aangebroken om u dan formeel een ondertekend exemplaar aan te bieden. En na de tijd eerst laten we een kwijt. Dank u wel. Uitleggen waarom men op de VHP zou moeten stemmen? Op de VHP omdat het land in een enorme crisis zit. Het land gaat elke dag achteruit. Het land is helemaal failliet. Het volk is totaal verarmd. De regering heeft op dit moment geen enkel controle over het land, over het beleid. En daar moet er onmiddellijk redding in komen. De VHP staat ervoor om het land te redden. De VHP staat ervoor om het volk uit de crisis te halen. En de VHP staat garant dat na 25 mei met de VHP in de regering je eerlijke regering krijgt, sterke regering krijgt, maar ook een transparante regering krijgt die samen met het volk, de nationale en de internationale gemeenschap zal zorg dragen dat het beleid zodanig gevoerd zal worden dat we binnen een jaar uit de crisis kunnen geraken, de stabilisatie plaatsgevonden heeft en na 2 jaar de groei kan plaatsvinden van onze economie in Suriname. Ja, er zijn 5 prioriteiten in ons verkiezingsprogramma en wederopbouwplan aangegeven. 1 is namelijk de aanpak van de financieel-economische crisis, dat is prioriteit nummer 1. Daarna gezondheidscrisis, onderwijscrisis, veiligheidscrisis en daarna beleid ontwikkelen. Daarvoor zijn de wetten al voorbereid van het aantrekken van investeerders om te zorgen dat we hier voldoende en snelle investeerders krijgen om te investeren in de productie. Direct na ons aantreden, die wet op de politieke partijen zal aangepast worden. En wat zal die wet zijn? Alle zetels behaald door een politieke organisatie tijdens een verkiezing zullen toebehoren aan de politieke organisaties. Altijd. Ze zullen toebehoren aan de politieke organisaties en niet aan die parlementariërs, niet aan die gekozen volksvertegenwoordigers. Tweede, wat we gaan zeggen, dat alle politieke partijen dit moeten opnemen in hun statuten. Dus zo zullen wij als VHP ook onze statuten aanpassen, dat alle zetels behaald tijdens de verkiezing van de VHP aan de partij zullen toebehoren. Als je weg wil gaan, ga maar weg. Maar die zetels blijven toebehoren aan de partij. En tenslotte, de wet op het terugroepen, die zullen we aanscherpen, zodat het duidelijk zal zijn, namelijk als mensen weggaan en claim zullen leggen op wat dan ook, dat we ze makkelijk kunnen terugroepen op basis van de aanpassing van de wet op politieke organisatie, aanpassen van de statuten van de verschillende politieke partijen. Omdat dit nog allemaal niet plaatsvindt, hebben wij gezegd, laten we nu een contract. Dat is het enige wat we nu hebben, een contract dat juridisch getoetst is door onze juristen, door externe en interne juristen, is een overeenkomst waarvan wij denken dat het uitvoerbaar is. En dat we dat zullen hanteren voorlopig. Als je gekandideerd wenst te worden als VHP-kandidaat, ongeacht welk niveau, je zal een overeenkomst moeten tekenen met de partij. En die overeenkomst houdt in dat de partij VHP overeenkomt met de kandidaat. Dat hij zich zal houden aan het partijenbeleid, de partijideologie en dat hij ook in nationaal belang de VHP zal uitdragen als hij eenmaal gekozen is. En dat hij geen afstand zal nemen van de VHP. En dat hij niet zal overlopen. En dat hij geen eigen fractie gaat vormen. En als hij dat toch doet, dan is er een boetebeding in opgenomen van 3 miljoen Amerikaanse dollar. We willen hiermee ook aangeven dat we heel serieus zijn met de stemmen van onze kiezers. En als onze kiezers stemmen op onze kandidaten, dan moet die kiezer 100% de zekerheid hebben dat die stemmen blijven bij de VHP en de VHP-kandidaten. En dat het niet na de verkiezing men met de stemmen en het vertrouwen van de kiezer ervan doorgaat. Dus dit is een van de beleidsinstrumenten. Als een kandidaat dat niet tekent, dan zal die kandidaat ook van de lijst worden afgevoerd. Het is een overeenkomst om de kiezer de zekerheid te geven dat men niet met de stemmen van de kiezers ervan doorgaat en die partij ook de 100% de zekerheid te geven dat alle gekozen kandidaten zullen blijven. Niet dat we dat vertrouwen niet hadden,
Maar we houden rekening mee dat je constant signalen krijgt dat de regering in feite nu al weet dat zij de verkiezing gaat verliezen en dat zij alles eraan zal doen. En je hoort de wildste verhalen. Als ik het kan horen, hoort u het ook. Dat mijn kandidaten zal overkopen. De VHP hier is een partij die gezorgd heeft dat dat niet zal gebeuren.